Wat ook zeer interessant is, is dat prijzen een geheugen hebben. Dat wil zeggen, bepaalde niveaus worden herinnerd. Men ziet dat op de grafieken en natuurlijk iedereen die ernaar kijkt, ziet die ook, dat er bepaalde niveaus zijn waar kopers of verkopers in de markt stappen. Ja. En je ziet die duidelijk op grafieken. Ja. En zoals ik al zo vaak gezegd heb, je moet naar die grafieken kijken in termen van wat er effectief gebeurt. En het u niet laten voortekenen door indicatoren, maar vooral naar prijzen kijken. Prijzen waar de markt gezegd heeft, hella, maar nu gaat het te fel naar beneden, hier wil ik terugkopen. Of het gaat te fel naar boven, het is te veel gestegen, hier wil ik verkopen. Ja, dus dit zijn dingen echt om naar te kijken. En dan natuurlijk de candlesticks. En ik zal er zeker een paar belichten. Er zijn er heel veel. Ik ga ze zeker niet allemaal overlopen. Is ook totaal nutteloos, denk ik. Maar ik wil er toch een aantal tonen. Dat zijn dingen die elke trader moet weten en moet kennen. Ja? Dus, oké. Hier, laat ons eens eerst beginnen met de fameuze kaarsen, de verschillende patronen. Je ziet, als je zo naar een grafiek kijkt, zie je van alle verschillende soorten vormen van kaarsen en zo verder. En ik moet eerlijk zeggen, er zijn heel interessante boeken over geschreven en heel interessante zaken. En dat heeft natuurlijk een zekere technische waarde. De reden waarom ik op zich tegen kaarsen zeker niks heb, is omdat kaarsen opgebouwd zijn uit prijzen. Ja, en u weet dat ik grote fan ben van het analyseren en het kijken naar prijs. En dat zou 80-90% van onze analyse moeten zijn. En dus de kaarsen, inderdaad, die beantwoorden daaraan. Dus dat vind ik zeer interessant. Er zijn natuurlijk al veel boeken over geschreven, maar een echte klassieker is het boek van Steve Nissen, waar ik weet niet hoeveel formaties in staan. 1 kaars, 2 kaarsen, 3 kaarsformaties, 4 kaarsformaties zelfs. Waar men eigenlijk de zekere logica en de zekere filosofie die daarachter zit, dat men die probeert uit te leggen. Ja, en dat men eigenlijk probeert af te lezen op basis van die kaarsen natuurlijk, hoe dat de verhouding tussen kopers en verkopers ligt. Is een zeker een interessant